Hallo daar. Dag allemaal. Wij zijn het team The Ghost Riders. En dit is weer een nieuwe editie van... Op bezoek bij. Nee, grapje. Nee. We zijn eigenlijk nu pas... Zijn we in Drachten, want we gaan van start met de... Carbidsrun. Morgen. En wat voor Carbidsrun gaan we dit jaar doen eigenlijk? Waar gaan we heen? Dublin. En morgen gaan we eigenlijk pas vertrekken en dan wordt de eerste etappe, die gaan we zelfstandig rijden, ongeveer 260 kilometer. Waarheen? Naar Hoek van Holland vanuit Drachten. Dat is 260 kilometer. En daar is niks van gelogen. Ons vijfde teamlid, die is er nu ook even bij. Warmond, wil je misschien nog wat over zeggen? Warmond, die kan helaas niet meerijden vanwege omstandigheden. Maar we nemen gewoon een foto van hem mee. Dan is het net of hij er ook bij is. Ja. Hartstikke mooi, hè? Ja, ik heb er eigenlijk heel veel zin in. Oh, het is net of hij er gewoon echt is. Het is gewoon net alsof waarom het echt is. Stem is ook gelijk, hè? Precies. Ja, één op één. Niks meer aan doen. Oké. Goedemorgen allemaal. Kijk, buiskindje, daar zijn we. Kijk eens. Alle zeven brommen staan hier. Gereed. Zullen we zo meteen naar de Hoek van Holland gaan rijden. Het is tot 7:15 droog. En daarna hebben we de rest van de dag regen. Kijk, schoenen inbegeneren. Kijk, er gebeuren dingen. Er wordt toch heel veel weer gesleuteld. Kijk hier, heel stiekem hier. Nou, de andere... Nee, Janneke doet het niet stiekem. Banden doet het stiekem, die gaat zijn sproeien vervangen. We zijn bijna gereed. We gingen om 7 uur weg. Inmiddels we is het half 8. We zijn er bijna. Oh nee. Ja. Nog 252 kilometer. Dat is trouwens best wel een respectabele afstand. En zo begint het avontuur. Kijk, daar is jouw Bambi die nu een te grote sproeier in zijn brommer heeft. Heb je er nou een te grote sproeier in gezet? Nee, ik zet hem aan en hij geeft gewoon vol gas. Oh, dat is wel kicken. Ja. Maar dat is niet de bedoeling. Nee. Blijft je gaskabels soms hangen en die rare knik die daar zit. Even kijken, hoe ver is het van de poort naar hier? 90 of 20? Nou, één omgevallen, één band niet vol genoeg. Nee, nog een band niet vol genoeg. Nog een band niet vol genoeg. Nou, het is weer lekker voorbereid. Nou, dan wachten we daar weer even op en dan... Mijn kusjes geven zo. Ja, dat mag. Oh. Maar ik film het wel. Vlogje, we hebben al 30 kilometer gedaan en je Bambi die staat nu zijn bakolie bij te vullen, want die doet het niet en die valt steeds uit. Nou, het scheelt, we moeten nog 217 kilometer en we kunnen ook zeggen dat we je Bambi thuis laten. We gaan gewoon rijden tot op de camping. Oh man, godverdomme, de verleiding is zo groot. Ja. Nice! We zijn Friesland uit. We zijn Flevoland in. We staan in het noordelijk stuk van de polder. En we zijn nu bij de Muntweg, zag ik net, is bij Emmeloord. En dan gaan we zo naar de Ketelbrug. Oh, sorry, Ketelbrug. En dan gaan we naar... dan moeten we richting... Nee, ja, Hilversum, maar eerst Biddinghuizen. Daar gaan we zeg maar eerst naartoe. En nou staan we weer even te pauzeren, want er was misschien iets mis. Maar er is gelukkig niks mis. Dus niks aan de hand, een beetje tegenwind. Maar ja, dat hoort erbij bij brommers. Straks hebben we ook nog bergen. Toch, Anja? En jouw Bambi die is stiekem. Nou, niet stiekem, die is gewoon aan het sleutelen. Gewoon niet stiekem. Maar die gaat iets aan zijn ontsteking doen, want die doet een beetje vroeg slaan en zo, waarschijnlijk mogelijk. Dus. Maar we zijn in Friesland uit. Dat betekent dat het avontuur nu echt begonnen is.
hè? Ja, dat is een kettinglift. Dat gaat op de brug. Oh, dat had ik niet verwacht. Ik dacht eerder dat iemand kan de brug niet op of zo. Nee, je wand die had alwege problemen. Zie daar in de verte, daar wordt gesleept. Hoi. Hoi. De ketting is einde verhaal. Is het traditie, Wiebe, dat jij je Bambi ergens naartoe moet slepen? Ja. Oh, nee, ja, nee, maar... Oké, okay, het is goed gedraaid. Ja, dat is die wel... Die boel wacht zijwaarts verder. Dan staan we dan bij Polderscooter. Hopelijk hebben zij een ketting voor Jubambi. Ik ga het gelijk vragen. Lunchje bij de Qualitaria, terwijl Johan een nieuwe ketting op zijn brommer doet. Ja, in Dronten. Ze hebben net 100 kilometer gereden en dat is helemaal niet verkeerd eigenlijk. En dit ga ik nou opeten. Ha! Ook dit moet weer even. En dan moeten we sowieso even 100 kilometer gaan knallen, want het eindpunt staat nu op 5 uur. Nou, 5 uur redden we niet, het wordt wel 10 uur. Het is weer gelukt. First, nou, second blood. Wiebe deed vallen. Uitglijden, uitglijden over olie op de weg, gladde weg, voorwiel blokkeren. Kreukel. Gelijk op de grond, doei. Ja. Vallen, vallen. Nou, nu hoeven we dat de rest van de run niet meer te doen. Fuck, dat deed wel zeer. Mag ik hem altijd zien? Ja, is goed. Mooi, ik had niet gedaan. We zitten binnen. Ja. We zitten binnen bij Nico. En Nico die heeft hier een hele mooie garage. En hier kunnen we even een patatje eten. Koffie drinken. En even opdrogen. En IJsbom doet het ook weer. Ees. Nee, ees. Andere sproeien nog. Yay. We staan nu voorbij Loosdrecht. Net richting Hilversum. Nee, fout. Voorbij Loosdrecht richting Vinkeveen. We moeten nog 72 kilometer en we zijn er weer twee kwijt. We zijn net onder de A2 doorgereden. En gelukkig, hoe laat is het nou? 19 uur. Het is 10 uur, dus dat betekent dat we al 12 uur onderweg zijn. En dat is gewoon, laten we zeggen, een uitstekend runschema, maar het is gewoon kut. Super kut. Ja, super kut. Nou ja, we gaan gewoon door, want we moeten wel door. Want morgen gaat die boot. No choice, whatsoever. Holy fuck, we zijn er. Yes! En we hebben er maar 18 uur over gedaan, gelukkig. Oh nee. Dus dat scheelt, het is nu 2:15. Nu gaan we tentjes bouwen en dan kunnen we morgen verstart met de carpets gaan. Lekker benzineslang die natuurlijk... Hoe moet je eens voelen? Hier. Ja, die is gewoon op. Die gewoon echt 2 kilometer voordat we bij die terminal zijn moeilijk gaat doen. En het is ongelooflijk hoe wij als garbage runners nog geen 10 kilometer kunnen rijden zonder dat we dus echt van alles weer moeten doen. Kijken, hè? Je kan niet door die bocht kijken! Hey!
bitches, daar zijn we dan eindelijk. Wat denk je dat? Hey, bro! Dag. Hey. Dat is hem. Hallo? Hey. Honda Mark. En ik ja. Goeiedag. Ja, dank je. Nee, ik ben ander team. Oh, welk team ben jij? Ja, we willen... Tuurlijk, geen probleem. Wij zijn de Ghost Riders. Team 2007? 2007, ja dat klopt. Ja. Erik Snel. De captain. Yep. Oh, de captain. Die staat op een aparte B. Oh, oh. Wat een luxe. Je mag een bandje van Adrie. Daar staan we dan. In de rij te wachten om op de boot te mogen. Van Engolon. Die willen allemaal mee. En er staan ook nog een heleboel bij de keuring. Die willen ook allemaal mee. Staying Alive. Waar zie je die S? Ja. Hier zie je de S. Op de schoorsteen daar. Oké. Okay. Ja. Klik op de S en like Staying Alive. Nou nee, dus, want we hebben helemaal geen tijd om dat te doen. Staying Alive. Staying Alive. Ja. Ja? Anyway, alle brommers zijn erop. En nu is het wachten totdat we gaan varen. Dit is een lekker rustige dag, want we hoeven iets van weinig te rijden. En dan zijn we in Engeland. Joehoe! Yes! Yes! En gelukkig ging er niks kapot onderweg van de camping naar de boot. Half uur benzine spannen. Hey, het is weer zo'n nieuw programma. Ja. Deze keer blik op de boot voor ja. Hardfighters. We moeten met strijden, hoe doen we dat? Dat heb je toch weer. Wow, yeah! Woehoe! Oh, heb je ook nitro? Of ik nitro heb? Oh. Ja, jongen! Knop indruk heb je het leven nooit zo wel. Wow, bam! Yeah. Doei bitch! Schop hem eraf! Trap hem voor zijn kut! Lekker fish and chips, land. Dat wordt nu. Schnitzel. We zijn in Harwich. En zo is mijn hoofd terug. Ah, oké, okay. Ja, prima. Wat is nee, is goed zo. Ja, kijk, schaduw weer telefoon. Ja. We zijn in Harwich. We hebben vandaag 30 kilometer gereden. Hoi. Maar we hebben meer dan een aantal honderden afgelegd op de boot. Nee, ja, hier komen ja. Brommers. Kijk, let op, daar. Ja, ja, ja. Nog één. Wat hebben we? Tot ja. Nog een keer. Hoppa. Twee. Daar. Oh, mooi, joh. Oké, mooi. Nou, wat hebben we gedaan? We zijn hier naartoe gereden. Dat was super spannend. Links rijden, donker, regen. 10 kilometer. 10 kilometer. Viel best mee. Ja, viel best mee. We hebben pas 3 keer stilgestaan op het eind. We hebben geen benzine meer en alle tankstations waren al dicht. Oei. Wiebe die had een heel spannende geen benzine meer met een hele harde klap in zijn uitlaat. Mm. Anja die kon nauwelijks nog op de camping komen. Maar, dat wil ik toch even zeggen, ook al is het een ander team. Dankzij Honda Mark, bekend van de mafketels. Die is hier ook en die hebben we gevraagd om te helpen en die heeft al eens brommen afgesteld en het rijdt gelijk al 10 keer beter. Dus Mark, hartstikke bedankt. Goed zo, dankjewel. En nu is het weer tijd om te gaan slapen en morgen vroeg weer lekker vroeg te gaan rijden. Ja, om 7 uur opstaan. 7 uur opstaan. Ja, mooi zo. Tot morgen. Tot morgen. Dag. Hey, goedemorgen, daar zijn we dan. We zijn in Harwich. Lekker staan, lekker kijken. We hebben allemaal bijna geen benzine meer. En alle benzinestations zijn mogelijk dicht, want het is een feestdag. Dus we doen hetzelfde protocol als vorig jaar. Er gaan er 1 of 2 op benzine run. En we kunnen toch pas over een uur de route ophalen. Dus dan doen we het zomaar. Mijn zonnebril beslaat van het doekje. Ja, heb ik dus ook. Wat een enorm broodje worst. Ik hoop dat het in mijn mond, in mijn gezicht past. Het is vooral heel veel brood en weinig worst. En bruine saus. En bruine saus. Ja, dat heb ik al gezien, ja.
weet ik niet. Zou je Bambi's ketting eraf liggen? Wat heb je daar in je hand? Dat is een bout van zijn tandwiel. En hij mist er twee. Dit is het zaadje van die ketting die vermangeld is. Waarom doe je dit soort dingen? Hoe kan dit? Je wiel moet er nu uit en we moeten er nieuwe boutjes in zetten. Nee, hoeft er niet uit. Ik kan er gewoon bij. Oké, okay, heb je boutjes? Nee. Ah, het is M6 hoop ik. Maar dat is M8, geen M6. Als ik me niet vergis. En als je wel vergist, is het Thomas. Dus dan is het een? M7. Ja, en die hebben we niet mee. Joe Bambi heeft de wedstrijd nu al verloren. Mm-hmm. Met, als je het minst kapot hebt, krijg je bier vanavond. En wij zitten nog in de running voor bier. Garbage running. We komen er wel. Dat is mooi. Oh, dit is voor die opdracht van dat harnas. Ja. Er was net een mevrouw heel boos op Joe Bambi. Ja. Wat vroeg ze jou, Joe Bambi? Could you get off my driveway, please? En we deden alleen maar, alleen zijn wiel raakte de eerste klinken van haar stoepje. En daar was ze echt heel boos over. Nou, dan zijn we maar verder gaan met rijden. Ik kom even. Erik snel. Weer een post-apocalyptisch tankstation gevonden. Hallo! Een lange reetje op zijn weg. Dan vraag ik of er nog strot in zat. En dat is dan een rare vraag. Nee. Die legt wel een reetje op de weg. Helemaal gieten liever. Kut, daar is dat team weer waar we voor wilden blijven. Kut. Die rijden zo lang, nou, hoe kan het zijn dat hij ons inhaalt? Ja. Vertel jij eens wat er aan de hand is, Wiebe. Huh? Wat is er aan de hand? Ik ga alleen schabel gebruiken. Ah, hadden we dat niet vorig jaar ook? Nee. Hè? Hoe kan dat nou? Ja, gewoon de En nu zijn we in Toddington. Nog 20 kilometer voor het eindpunt, het is 6 uur en dat betekent dat we onszelf beloofd hebben lekker te gaan eten. En als het goed is, eten! Doen we dat bij Oldfellow Arms in Toddington. Oldfellow. Ja, en Ari zei net, ze hebben hier een sausage fest. Als dat niet gaaf is. Nou, we staan hier nu in een echt spul. En kijk, ze hier dames en heren, op en weer. Hier mogen we allemaal staan op bier. Ja, mag je bier stappen en dan mag je alles even proeven. This man here. This pal. Nice beers. Yeah. Nice beers. Nice beers. Indeed they are. Very good. Dus dat zijn we dus even aan het doen in de tussentijd. Ja, is goed. Ja, doe maar. Zijn we gelijk piraat vanmorgen. En hij heeft vast het ook vol met... Wiebe, wat is het? Fles. Save your the universe. Olé! Nou, we zijn er. Nou, we hadden dus nog geen eten, maar dat doen we hier maar. Wat gaan we doen? We gaan even spullen in de tent leggen. Ja. En dan gaan we wat eten. Ja. En dan gaan we bier drinken. Het lijkt super donker, maar dat valt mee. Ja. Het is namelijk pas 8:30 en niet 2 uur 's nachts. Ik voel me echt... Dus jullie hadden natuurlijk al lang verwacht dat wij pas om 2 uur 's nachts binnen zouden komen na 28 uur rijden. Maar dat valt mee. Nee. Hey, we hebben nog geen 10 uur erover gedaan. Was eigenlijk ook wel lang, maar we hebben ook heerlijk geluncht tussendoor. We hebben gewoon lekker rustig aangedaan, even een pauze genomen. Kijk, ik ga even mijn handen wassen. Dat lijkt me een goed idee voor het slapen gaan. Even mijn lenzen uit kunnen doen. Nou, laten we dat eens even proberen. Hè? Hè? Wie heeft dit bedacht? Dat werkt helemaal niet, hoe moet dat dan zo? Ja. Hoi, dat was hem weer. Daar liggen we dan heerlijk. Weer. Heerlijk. Lekker een bedje.
is een lekker avondje weer. We hebben deze keer het feestje niet gemist, dus dat was een goed feestje. Mm-hmm. En geslaagde dag. Heerlijk, ik vond het echt super. Zo hoort een run te gaan. Wat is jouw hoogtepunt? Voor donker aankomen. Goed hoogtepunt, ja. Vond ik ook. Mooi, nou dingen, hier staan we op de camping. Het is weer een mooi weiland, maar het eten en drinken en het feestje was goed. En daar staat een boerderij. En dat is een weiland. En hier zijn de brommers. En je boomt dus zijn jas aan. En Wiebe ook. En Arie ook. En ik nog niet. Fabulous. Ja, het is een glamping, echt wel. Nou, dat zou ook wel kicken zijn, want dan hoeven we gewoon een keer geen tentje te bouwen. Kickstop. Zo, ik ga even alleen op avontuur. En wandelend op de camping. Met een wc-rol onder je arm, dat kan maar één ding betekenen. Dan is het tijd voor ochtendscheid. Dag 2 en voor ons dag 3. Wiebe heeft een blik verstopt en we gaan lekker niet laten zien waar het is. Haha, succes met zoeken. Zo, dat verkeersbord is wel een keertje aan vervanging toe. Wat is dat? Waarom zit dat daar? En ondertussen zijn we gewoon even pauze aan het houden. Toen dacht Jobambi van, nou, ik ga toch maar ook even sleutelen. En dat was maar goed ook. Hij zegt dat zijn brommer stuk is, maar het ging om de plaspauze. Ja, ik... Nee, grapje, de brommer is ook stuk. En dan is ook plas. Hoi. Hoi. Gaat goed, jongens? Wie eerst op de camping is. Wij niet. Nee, wij niet. Maar ze rijden wel verkeerd. Want wij deden dat ook. Nou, geen idee of dit nou een privé ding is of niet. Ja, het zag er niet uit alsof er vragen binnen hebben staan. Oké, nou, dan gaan we eens informeren hoe dat hier werkt. Nou, een leuk gebouwtje. Gewoon even verkeerd rijden. Ja. En dan kom je best wel dingen mooie dingen tegen. Ja. Maar geen koffie, geen plasje en geen eten. Dus we gaan lekker door. Ja, kijk. Gewoon even genieten. Hé, hey, waar is jouw bambi nou? Hè? Oh, hij zit. Hallo. Daar. Dit ding is het. Hier ben ik. Oxfordshire richting Southstoke. Dan gaan we even, hebben we even pauze gedaan. Gaan we lekker zo weer rijden. Laaien. Op aanraden van de run crew zijn we... Even een andere kant op gereden. In plaats van linksaf gingen we rechtsaf. En daardoor zijn we bij Donington Castle gekomen. En daar, nou, is mooi. Kunnen we even koekeloeren. Is leuk. Is leuk. Super vet. Ja, heel vers. En de zon schijnt. En de zon schijnt in Engeland. Wie had dat verwacht? We won. Op bewijsmateriaal. Staat hij er ook op. Dat hij daar bovenop klopt. Oh my god, we're back again. Ik weet wel waarom ik er niet aan heb gedacht. Op een stukje gaat Apex door. Ja, nog harder Willy. Flik die achterover. Ja. Jongens, ik wil even bij dat kasteel kijken hoor. Nee, Warmold, kom, we gaan. Nee, toe nou, kijk nou bij dat kasteel, kijk hoe mooi dat is. Nee, Warmold, we moeten nu echt gaan. We gaan hoor, doei.
Oh, nee, nee, wacht op mij. Wacht op mij. Nee, nee, nee. Niet weggaan. Grapje. We hebben Warmel niet echt achtergelaten, hoor. Oh ja, we hebben Warmel niet echt achtergelaten, hoor. Ja. Het was een poets. Het was een poets. We hadden een poets gebakken. Nu staan we hier dus een beetje te staan. Omdat Aris Brommer iets deed. En we weten niet heel goed wat. Maar voor de veiligheid zijn we even gaan stoppen. Omdat dat blok al 3 jaar gewoon... Ja, wel herrie maakt, zeg maar. Alleen wonder boven wonder draait het wel nog steeds. En na deze run krijgt dit blok ook een revisie. En dat ga ik lekker niet doen. Oh, nee, koker. Hier in Engeland nou gewoon zo langs de kant van de weg. Engeland, een land vol. Ja, poep. Ja, echt? Nee. Nee, niks. En dan staan we even hier bij dit Home Stores. We gaan even een kaartje kopen voor Emily. Piepe, wat is er? Ik moet poepen. En waarom kun je niet naar de wc? Omdat in een dorpje waar echt niemand is, in een mini klein winkeltje, 1 wc is, die is bezet. En wij zijn op de camping. We zijn op de camping. En het is echt pas 7:15. 7:15. Kijk, wel licht het nog. Het is toch super licht. En we zijn eerder onder meisjes. En ik heb Bots ook nog niet gezien hier. Jawel, ja, die stonden helemaal daar voorin. Dus die stond op de bezemwagen natuurlijk. Keurig. Ja, logisch. De... nou, we hebben nog 8 seconden vol te praten. Ja. Dus we gaan zo meteen nog even snel naar Noordverlies. Gaan we een hapje eten. Benzine. En benzine doei. Halen. En doei. Hey. Goedemorgen. Wij gaan vandaag 260 kilometer rijden. Ja. En dit is Bas. Kijk Bas eens even in de hoek staan. Ik ben weggestuurd. Ik ga weer. Wat? Yes. Dit ben ik niet uitdonderd. Oh ja. Hey, kijk eens. Kan je deze verder uitdraaien, zeg maar. Oh, oké. Okay, check. Dat is lief, wat is dat? Die kun je binnenwerk eruit draaien, dit veertje. Zeg maar even snel voor de camera. Wat is dat? Dat is een nieuwe Bugido op Ari. Ja, dat die is handig. Overslag. Nog 3 seconden. Ah! Ah, doei! Wie het laatst op de brommer zit, heet Wiebe. Ik ben de hele tijd. Veel plezier vandaag. Dankjewel. Charlie! We hebben 400 meter gereden en we staan stil, dat is er aan de hand. Dat is de traditie op de langste dag. Er heeft iemand gebarbecued en vet in het gras gedonderd. Hij zit onder zijn schoenen. En hij is zijn hele voet zo glad, daar kan hij op blijven zitten.
Kijk, een goed idee om rap om je uitlaat heen te doen is dat het nat wordt en dat het dan gaat roken. Hé, daar staan we dan. We zijn in Hukkelkot en dat was een heel spannend stukje sturen de eerste 27 kilometer. Ja, dat is wel spannend. Als dit 160 kilometer, 260 doorgaat, dan wordt het een wel lange dag, zeg maar. Gewoon, wel een hele leuke dag. Gaan ze vanuit dat je al mag 6 van de heuvels af moet. Ja, zonder hele goede remmen. Ja, dat is mooi. Ja. Dat is wel, het maakt het spannend. Zo ja. Nou, gelukkig liggen er hier geen putdeksels, zeg maar, op de kant van de weg waar jij wil rijden. Maar wel zand, grind, gaten en stront. Dus dat maakt het alleen maar leuker. En nu is het tijd voor ochtendscheid. Dat is zo'n afknappen. Het volk heeft een probleempje. Want mijn USB-lader is kapot. Dus ik kan nog filmen zolang als ik batterij heb. En daarna wordt het spannend of ik mijn camera nog kan opladen. We zijn nu maar liefst 30 kilometer verderop. En het wil niet echt opschieten. Wat vind jij ervan, meneer Rick? Ik vind het mooi. Erik vindt het helemaal mooi. Wat vind jij, Arie? Ik vind het toppie. Mooi, hè? Warmond vindt het ook helemaal top. Lekker nog 230 kilometer Engels verkeer. We hebben nog drie uur om 120 kilometer te rijden. Juist, 3 uur om 120 kilometer te rijden. Laten we lekker links gaan doen. En dat was zeg maar zo, en een stukje recht en dan weer zo. En dan gingen gewoon runners midden op de weg, hele wegdek gevuld, gingen ze stilstaan. Gewoon stilstaan. Dat ik echt dacht, nou. We zitten op een tankstation aan de A40 en dat is een snelweg en daar hadden we niet op gemoeten. Het is een motorway. En de garbage run route was een klein beetje onduidelijk en nu zijn er heel veel runners echt de snelweg opgegaan. Maar nu gaan we binnendoor, gaan we weer terug naar de goede plek. Ja, wees maar niet bang thuis, mensen. We gaan niet meer over de snelweg. We staan op het veld van de kakbouter. Ja, ergens in Wales. In Wales. Ja. En kijk, daar woont hij. Daar woont hij, in de kakbouter. Kijk, en de kakbouter die schijt in zijn hand en dan plakt hij het op de bult. Hij is namelijk een hoarder. En hij houdt het vanuit het huisje, houdt hij hier in de gaten. Hè? Als hij hier nu eruit komt, dan ga ik echt rennen. Ja, hij pakt je. Nee, echt waar, dan stuur ik hem op Johan af of zo, weet je. Ja, dat is goed. Ik denk dat hij het minst bang is voor de buiten. Wij zijn zojuist een flink stukje verkeerd gereden. Ja. Dat heeft ons een kleine extra 35, 40 kilometer opgeleverd op de route. Ja. Van alle route van 260 kilometer. Dus we hebben mooi kunnen kijken. En we hebben nog verrassingsgasten in de studio opgepikt. Inderdaad. Namelijk, dames en heren, de dames Rosies. Van de Rosies. Hey. Die ook verkeerd waren gereden. Ja. Hoe is het, dames? En wie nog meer? Rutger, de enige echte Rutger. En Boebeltje Bas. Ja. Daar is hij, de held van het veld. Boebeltje Bas, Rutger, de Rosies en de Ghost Riders. We zijn nu in Taliban. Kijk, nog meer runners. Daar zijn Boebeltje Bas. Hey! En Rutger. Nice. We zijn in Taliban. Tijd voor pagina 3 van de route. Dit is dus Taliban on Earth. Wij zijn in Wales. En we zijn onderweg naar Tenby. En ondertussen moeten we heel even pauzeren, want we hebben inmiddels, nou zeg het maar, 200 kilometer gereden. En die 200 kilometer die moet nog volgemaakt worden naar 260. Dus we willen natuurlijk graag zo meteen nog voor het donker binnen zijn, maar dat gaat niet gebeuren. We houden natuurlijk keihard vol, hè. Ja, ik ga het de coincidence niet. Zo moet ik. Zo. Majesteit. Daar staan we dan. Wat bent u aan het drinken, om? Ik ben Guinness aan het drinken. Salut aan het volk. En het is weer een heerlijk avondje. Heerlijk. Ja. Het was een geweldig avontuur van 260 kilometer. Vol met valse routes en slechte bewoording en hard rijden, of niet? Heel hard. Heel hard. Ja, maar we zijn gelukkig aangekomen. We zijn lekker aan de Guinness.
We staan op de camping en hebben we zin om morgen maar 50 kilometer te rijden. 50. Plus een boottocht of niet? Een klein boottochtje. Heb hebben we zin? Ja, een klein jullie, boottocht. Heeft iedereen er zin in? Hebben jullie er zin in? Oh ja, ook en, zin in die boottocht. Heb je ook zin? Heeft Boebeltje er ook zin in? 5 kilometer. Boebeltje. Ja. En Arie? Huh? Heeft een Boebeltje er zin in? En kan zijn dat ik morgen met jullie meerijden even. Oh, wat een verrassing! Doei! En, je vraagt je misschien af waarom de standaard gastheer er niet is. Nou, kijk eens! Hij is kom aan het. Hier? Ja, maar dat kun je helemaal niet zien. Hij is aan het repareren hier, daar. Hey, we zijn wakker. Nou ja, bijna dan. Hier ligt Wiebe. En ik ben meneer Erik. En samen zijn wij Wiebe en meneer Erik. En het stinkt hier heel erg naar stront, dus ik ga lekker mijn tentje uit en ik moet heel erg plassen, want het is heel koud geweest. En zometeen hoeven we lekker met 60 kilometer te rijden, 50 naar de haven, bootje op, uurtje wachten, dan 10 kilometer naar de finish. Lekker kort dagje, heerlijk. En nu is het weer tijd voor ochtendschijt. Kasteel? Nou, over de heuvel. Ik zie het hem! Verdorie, dat stond er gisteren nog niet. Nee. We hebben al 300 meter gereden, wat is er aan de hand? Koppelingskabel geknapt. Maar uit een langer volhouden dan ik gisteren had voorspeld. Ja, dat is waar. Nou, we hoeven gelukkig nog maar 56 kilometer, dus bezemwagen. Nou, 6 kilometer van de 56 gedaan. Nu zit de standaard los van Apex. Maar we staan wel op een mooi plekje, want ik zie daar een steentje, ruïne, watertje, dingetje, kano's. Hele leuke afdaling. Jammer dat mensen in de weg zaten. Oh my god, we're back again. Kun je spullen voor je pet kopen? Kun je spullen voor je pet kopen? Wij hebben sparrups, motherfuckers. Sparrups. Mm. Ik wil geen keuzes maken in het leven. Ik wil gewoon alleen maar sparrups. Oh my god, we're back again. Ik ben zeker dat je geen mond-op-mond behandeling nodig hebt? Ja, ik heb mond-op-mond behandeling nodig. Okay. Jim. 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 Weer uit de hoorn, uit de leven. Nou, daar staan we allemaal nog steeds. Oh, daar komt daglicht. Oh.
sign in to check you all in? Is that you? Well, no. I'm not organization. I'm one of the participants. No worries, so. The organization is the one who should be should be here sooner than us, but they're you on the same boat. We are usually one of the last to arrive on the camping with these trips. I love the bikes, guys. Yeah, thank you. Yeah, I love the bikes. There are 300 more on the way. No worries. See you later. See you later. Dit, dit mensen is het meest unieke moment in de geschiedenis van de Carbus Run voor ons. Want meestal zijn wij zo laat binnen als een van de laatste teams. Dik na sluit. En zo hebben we het vet kut en heel zielig. Maar vandaag zijn we zo vroeg dat zelfs de Carbus Run organisatie en camping er nog niet eens is. Wij zijn hier op een leeg veld. En er is nog niemand. Holy fuck. Hoe leuk is dit? Wij zijn nog steeds op de camping. We waren nog steeds als eerste. En we hebben onze allereerste opdracht ingeleverd. En daar hebben we maar liefst hoeveel? 9 punten voor. Even plus? 4. Juist, 9 punten. Ja. En wat hebben we daarvoor moeten doen? We hebben een klavertje 4 gevonden. En gelijk ingeleverd. Kijk eens. Volgende punt, een dronken ier. En daar gaan we nu naar op zoek. Let's go. Vindt u daarvan? Ja, weg. Ik ben meneer, ik ga dus even onze tirade. Je hebt gewoon je buffalo zonder je grond hangen. Zo doen echte mannen dat. Het op tijd. Daar staat de Warwick. Want deze rem doet echt voor geen meter meer. Sterker nog, Anja is op de bezemwagen gegaan. Omdat hij bij de afdalingen gewoon helemaal niet meer remde. Dus vandaar even dit. Een sidertje. Een sidertje. In Ierland. In Ierland. In de pub. Vlak naar de boot. Heerlijk. Even wat opeten. Met de man. Hoe is het, mannen? Goed hè? Kees. Ja. Zo zijn de dagen. Hartstikke leuk. Genieten, dames en heren. Morgen nog een dag. Heerlijk. We hebben nu al, en het is iets na 10, hebben we gewoon al 41 kilometer gereden. Alleen het moesten we een beetje hard remmen voor een auto die voor een zebrapad of zoiets ineens vol in de ankers ging. Dat ging allemaal wel goed, alleen Jobambi trapte door zijn achterrem heen. Dus die is nou bezig om onze achterrem te repareren. En nou hebben we dus het geluk dat we precies kapot gingen voor deze hardware store. Nou, ik ben al een paar dagen mijn jerrycan schenktuit kwijt. Die ligt of thuis of die ligt ergens tussen hier en Drachten. Dus ik heb hem gelijk ook een nieuwe gehaald. En nou, hartstikke leuke winkel. Alles wat je nodig hebt is hier. Dus ze komen wel door. En dat komt natuurlijk omdat Jobambi gisteren een klavertje 4 gevonden heeft. Nou, we staan nu in een garage hier. Murphy's Garage. Murphy's Garage. En twee super toffe gasten die zijn hier aan het werk. Die zijn Jobambi aan het helpen. En die zijn gewoon Jobambi keihard aan het helpen. Dit is echt mega. Want ik ben gek op Ierland. Want Jobambi heeft het voor elkaar gekregen om een onderdeel nu ook echt kwijt te maken. Oh ja, dat heeft hij ook gedaan. Ja, dus nu gaan ze, meneer, ik verlies altijd onderdelen. Dat gaat nu iemand oplossen. Hebben jullie nou gevlogd hier, of niet? Tuurlijk hebben we hier gevlogd. Nee, hier niet echt gevlogd. En daar zijn we eigenlijk nog een beetje mee bezig. Want we filmen. Je bent aan het filmen? Ja. Ah, netjes. Dus we staan alsnog stil. Jobambi die is natuurlijk kapot gegaan voor die hardware store. Ja, exact voor de hardware store. Precies. Maar helaas hadden ze daar niet helemaal wat nodig was. Maar gelukkig vonden we daar Murphy's Garage. En die waren ontzettend, hoe zeg je dat? Behulpzaam. Behulpzaam. Yeah, yeah. They were really helpful. Thank you very much. There's no problem. Do you want to say something to the viewers at home? Welcome to Ireland. Enjoy your trip. Safe trip. Have a good trip. Thank you very much. Thank you. Don't drink too much Guinness. Oh, well, we love Ireland already. It's like my favorite country. Yeah. Yeah. Come back again. We will. We will. Thank you very much. How about ourselves? We zijn nu in Gory. Gory. The Gory Chainsaw Massacre. En hier gaan we even een hapje eten. Eng. Katie Daly.
Ja, hey, ja, we zijn nu onderweg. Ja, hey, hallo. Nou, Balls in a Clash. Helaas. Balls in a Clash, hebben we al gehad. We zijn op weg naar Rev Drum. En daarna naar... Sally Gap. En daarna... Naar Dublin. Maar we hebben eerst namelijk gekozen natuurlijk voor de steile route. Dus daar gaan we zo aan beginnen. Ja. Dus dames en heren, het gaat spannend worden. Nog 60 kilometer. 60 kilometer. En mooie plaatjes. Super vet. Toen we bovenaan kwamen na die waterval, ja. Hè, dat het hoogland begon, toen dacht ik echt even, oh, we zijn in Schotland. Even een emotioneel momentje. Ja, dat had ik ook. Even, ja. bijna tranen in mijn ogen. Ja, ja, ik moet nu ook plassen. Ja, ik heb nog zoveel doses man in mij dat dat wel meevalt. Zijn binnen! Hey, we zijn binnen. Kijk, zoals hier op de achtergrond te zien is, hierboven, dat is de finish, dames en heren. Ja, we hebben hem gehaald, netjes. Dus tik hem aan, ouwe. Netjes, we hebben hem gewoon. Tik hem aankomen. Keurig. Nou is het wachten op de vrouwen, ja, maar wij zijn in ieder geval super blij. En wij gaan, denk ik, maar eens even een biertje drinken. Print open trekken. Het is gelukt. Zoals je hier achter ziet, meisjes. Die blauwe overalletjes. Die zijn er gewoon ook. Die zijn net aangekomen. Dus we zijn eigenlijk met z'n allen veilig nu over de finish heen. We hebben het allemaal gehaald. We zijn uiteraard super trots. Ja, op elkaar, op onszelf. Ja. Het is echt een hele vette rit. We hebben hele mooie dingen gezien. Kers op de taart. Op het laatste stuk door de highlights. Het was geweldig. Heel gaaf. Ja. We hebben genoten. Ja, het is een heel andere rit geweest dan vorig jaar. Ja. Dit moest er goed maken worden voor Bratislava en dat is het ook geworden. Zeker gelukt. Dat is gelukt. Ja. Morgen nog even een vlogje voor de terugreis. Ja. Dan is het alweer bijna gedaan met onze avonturen, dames en heren. Nou, we gaan gewoon door met avonturen, maar de Carbis Run is even voorbij. Ja, klopt. Oh, kijk eens, we hebben het gehaald. Ja, we zijn er! Goedemorgen, wij zijn nog steeds in Dublin. Het is een spannend moment. Ja, want zie je dat hier achter? Hier staan allemaal brommers. En hier staan de vrachtwagens.
En zo zijn ze nu allemaal aan het inladen. Er staan er al een... Ik zal hem ook even kijken hoor. Gewoon even terugdraaien. Ja, ja. Er staan er een paar van ons al erin. En het is heel spannend om ze te zien inladen. Ja. En oh, als dat maar goed komt. En alles heel terugkomt. Nadeel is, ze zijn niet volgende week terug. Gaat 2 weken duren. Dus we moeten ons 2 weken opvreten hierover. En dat is nog heel zwaar. Ja, het avontuur begint eigenlijk nu pas. Arme brommetjes. Kijk, daar staan er een paar. En zelfs de brommer van Charlie, Furiosa, die staat nog steeds Boy. Daar. Ja, maar hier voor ons gaat hij aan. Oh, hey, ja, de Boring staat hier. Ja. Zie? Die van ons staan al gewoon lekker binnen. Behalve Lampwaver, die staat daar achterin. Nou, weet je wat? Ik heb er wel vertrouwen in, hoor. En dat was het laatste wat we ooit hebben gezien van Curiosa. Oh nee! Nee! Ik zou jou ontrappen. En daar zitten we weer in een busje met deze meneer in de zwembroek. En deze meneer met, nou ja, gewoon in leer. En voorin zit onze hofnar. Dat is nog even wat anders dan opstappen op de brommer en aantrappen. Dat is namelijk gewoon onder een vliegtuig doorlopen. En dan achterin stappen en weg. We zijn weer in Nederland. Uurtje gevlogen. The first man's name was Kiki. He was such little pants. His brother was the champion, but Kiki loved to dance. Vind jij ook wel eens bijzonder dingen in de trein? Ja. Ja. Zoals een master of romance. Dankjewel, die neem ik even in de slag. Dat dacht ik al wel, ja. Dat rust aan, ja.